Vandaag maak ik mijn debuut in een wedstrijd met het YouTube voetbalteam van Nederland, Creators FC. Eerder speelde ik tegen de Creators met TikTok United en deze wedstrijd eindigde na een hele heftige strijd in een stand van 4-4. Maar vandaag krijg ik de kans om met de Creators mee te spelen en me te bewijzen als dé keeper van YouTube. Ik heb één doel voor vandaag en dat is de nul houden. Gaat dat me lukken? Blijf vooral kijken tot het einde van de video om erachter te komen. Ja mensen, vandaag is het zover. Ik ga vandaag mijn eerste wedstrijd spelen bij Creators FC. Ik moet zeggen, ik ben toch een beetje zenuwachtig. Er staat veel op het spel. Er wordt veel van me verwacht. Maar we gaan er sowieso een leuke dag van maken. We zijn nu nog even thuis. Ik moet even mijn spullen pakken. En er zijn nog een paar andere dingen die we moeten gaan doen voordat we naar de wedstrijd kunnen gaan. Dus eerst wat we gaan doen, tas inpakken. Stap 1. Olly, waar is mijn tas? Olly, waar is mijn tas? Jee, tas gevonden. Oké. Eerst mijn keepershandschoenen dingetje. Ik moet even denken, want het Creators FC tenu is meestal geel. Dus ik moet iets hebben dat matcht met geel. Oké. Ik denk dat ik een paar witte meeneem en een paar van deze, die zwarte. Voetbalschoenen in de rugzak. Oh, wacht even. Ik draag nooit scheenbeschermers tijdens mijn trainingssessies of als ik video's moet filmen of wat dan ook. Want ja, het hoeft niet. Maar nu kan ik eindelijk weer mijn scheenbeschermers dragen. Let op. Deze zijn echt super vet. Dit zijn mijn scheenbeschermers. Hoe vet is dit trouwens? Dutch goalkeeper logo en dat ben ik. Ja, super vet. Die gaan mee. En omdat het natuurlijk mijn allereerste wedstrijd is bij Creators FC, heb ik mezelf wat doelen gesteld. En het eerste doel is om de nul te houden vandaag. En ik weet, Noah is echt een goede keeper. En volgens mij, correct me if I'm wrong, laat me weten in de reacties, heeft hij nog nooit de nul gehouden bij Creators. Het kan zo zijn dat het wel zo is, als laat me dan even weten in de reacties. Maar goed, dat is doel nummer 1. En ik heb nog twee andere doelen. En dat zijn twee dingen die ik tijdens de wedstrijd wil proberen. En als het lukt, zijn het echt legendarische momenten. Maar ik ga ze nog niet verklappen. Ik ga wel mijn best doen. Eerst gaan we fly halen. Oh, het is echt veel fly. Ja, zoals ik al zei, ik kan niet met lege handen aankomen daar bij mijn eerste wedstrijd bij Creators. Dus we hebben even fly gehad. Ik kom uit Limburg, jongens. Dus we nemen gewoon Limburgse fly mee. Liefst zou ik ze nu gewoon vol opeten. Maar goed, daarvoor zijn ze niet. We gaan ze geven aan Creators. Voor de pauze, voor even wat nieuwe energie. Voor de tweede helft, niet de juiste energie. Maar het maakt niet uit. Het is een lekkere Limburgse fly en die gaan we vandaag meenemen. We gaan spullen pakken verder en naar de wedstrijd. Let's go. Yes, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn hier in Harderwijk aangekomen na een lange rit. Bijna 2 uur in de auto. En jullie weten, ik ben niet met lege handen aangekomen. We hebben Limburgse fly meegenomen. Ik ben wel Dutch goalkeeper, maar ik ben ook Nederlands en echt Limburgs. Dus we hebben 3 lekkere fly voor de creators meegenomen. We gaan naar binnen lopen. Let's go. Jongens, wat een chaos, wat een chaos. Kon niet later. Favoriete flyer. Als je ooit in Limburg bent, fly even. Kijk, het is natuurlijk geweldig als je je debuut maakt en je trakteert. En dan vinden wij, dan geven wij ook een cadeautje terug. Ja, dat zie ik, want ik heb hem nog. Handdoek vergeten? Geen probleem bij ons. Dank u wel. Ja toch. En even officieel. Staat de naam niet achterop, hè? Nee, dat, nee, daar ligt de stift. Wat is na het debuut? Dan vanaf als je de nul houdt, hé. Nou, we even over hebben. Heeft Noah nog nooit de nul gehouden? Heel creatief niet. Mijn doel voor vandaag. Druk staat ook. Maar ik heb wel best succes. Komt er nog een. Kijk thuis, ben ik klaar voor. Maar eerst is het nog even tijd voor de warming-up. Even goed voorbereiden en dan gaan we knallen. Warming-up gaat goed, ik voel me goed. Een pittige wedstrijd, de jongens zijn ook warm. Een paar balletjes pakken, een beetje beter voelen. Dan gaan we knallen. Legendarisch momentje, jongens. Mijn beste vriend, Koentje. Hey, Koen en Koen op het veld, hè? Koen geeft een assist aan Koen en Koen maakt hem af. Ze moeten wel een grote shirt voor je halen. Hij staat gisteren geschoven, hè? Hey, ik heb hem iets voor je. Wat dan? Vorige keer had jij citroentjes mee. Ja. Ik kom uit Limburg. Neem je mee uit Limburg? Staat hij in de keuken? Ja, zeker. Blijken! Ja, ik zat helemaal zat. Nee, ik durfde niet. Hoezo niet? Bescheiden jongen. Ik laat mij aanbieden. Ik neem een stukje mee op het veld voor je. Staat, hè? Leuk. Nou jongens, je ziet het, Koen en Koen op het veld. Een legendarisch moment. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Wij samen in het team. We hebben al een keepersbattle gedaan tegen elkaar. Nu gaan we samen spelen. Ik moet een assist op Koen kunnen geven en ik ga ook echt mijn best doen. Het is tijd voor de wedstrijd, jongens. Het gaat eindelijk beginnen. Toch wel echt veel mensen hier. Toch een beetje zenuwachtig. Maar het komt helemaal goed, jongen. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? We winnen 4-3. 4-3? Oh, je hebt geen vertrouwen in mij. Ja, want anders had ik gezegd, we verliezen. Okay. Nou, Roy heeft er geen vertrouwen in. 3 tegengoals. En de wedstrijd begon meteen pittig. Het was bijna meteen een 1-op-1 duel. De verdediger kwam er nog tussen, maar de speler kapte hem uit en heeft een schot op goal. Maar ik kon gelukkig de redding maken. Hier meteen nog een kans voor de tegenstander. Hij legt hem af. Hij schiet, maar het was een slecht schot.
En nu een faalmomentje, een penalty voor de creators. Shahid neemt hem en hij scoort 1-0. Beste penalty, maar goed, we gaan door. Na de penalty kregen we een corner tegen en de tegenstander ramt deze met een volley in de verre hoek. Ze staan met z'n drieën. Ja, ik heb vertrouwen in jou, Tos. Spring niet eens. Ik vertrouw in jou. Ja, kan niet alles hebben. Ja jongens, 2-1 voor Creators. We staan weer voor, we zijn weer back in the game. Ik heb wel een tegendoelpunt gehad, dus mijn missie voor vandaag is niet opbracht. Maar we gaan wel winnen. We gaan wel winnen. Weer een goede paas van de tegenstander. Sebastien zit er goed bij. Ik sta hoog boven mijn doel. De tegenstander schiet, Sebastien blokt hem. Andere tegenstander krijgt de bal. Die kiest ervoor om hem toch af te leggen. Hij schiet en het is een makkelijk schot voor mij. En nu is het drinkpauze. 2-1. Het is nog geen rust, we hebben drinkpauze even. Persoonlijk denk ik, de goal had ik niet veel aan kunnen doen. Beetje vervelend, maar goed, maakt niet uit. We gaan nu gewoon zorgen dat we winnen. En we gaan nog wat leuks van maken. En, al vertrouwen? Vertrouwen is gewoon, is mijn achternaam. Dus dan 2-1 voor, heel tactisch. Weet je, wij hebben die wateronderbreking niet nodig. Dit is puur voor ons even een tactisch moment. En dat ga je nu terugzien. Arsenio wordt hier onder druk gezet door de tegenstander, geeft hem terug aan mij. En ik wacht net te lang met de paas. Dan levert de bal in. Het wordt een 1-op-1 situatie. Ik kom naar voren en ik pak de bal heel lekker. We herstellen. Ik had een klein foutje gemaakt, maar we hebben het hersteld. We zijn weer in de wedstrijd. Een eigen goal nu. 3-1. Tegenstander weer aan de bal. Een schot en die gaat ruim over. Niks in de hand. Maar nu wel. 1-op-1 situatie. Ik kom. Hij geeft hem af. En de tegenstander scoort. Ja jongens, moeilijke bal. Ik moest gaan voor de 1-op-1 situatie. 3-2. Squats. Doe dit niet squats. 3-3 met de rust. Vervelend. Maar goed, ik kan niet alles hebben. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik had een paar goede reddingen voor mijn gevoel. Eerste goal, wereldgoal. Tweede goal, weet ik even niet meer. Derde goal, 1-op-1 situatie, goede redding. En daarna heb ik gewoon pech, jongens. Ja, is vervelend. Maar goed, tweede helft te gaan. Let's go. Tweede helft begint meteen sterk. Ik krijg een terugspeelbal en ik kies ervoor om deze ver te trappen en geen risico te nemen. Hier bijna de 1-op-1 situatie, maar Ricky Lucassen verdedigt heel sterk en ik kan die bal fijn oppakken. Onze meester Jesper aan de bal. De keeper staat heel hoog. Hij schiet over de keeper heen. En wat een goal van onze meester Jesper. Echt niet normaal. Hij zei het nog dat hij ging scoren. En kijk eens aan. Wat een goal. Ik moet nog een keer proberen. Hij was niet heel goed, hè? Hij kan wel beter dan dat, ik weet het zeker. Ja, ik weet het niet. Over me heen. Ik dacht, ik moet hem laten gaan. Het is weer spannend. Nee, wat is dit, man? Hij loopt hier helemaal doorheen. Door de hele verdediging. Ik had mijn debuut niet zo voorgesteld, jongens. En het staat ondertussen 5-4 voor zwart-wit. En een overtreding wordt gemaakt hier door Luca. Een goede plek voor een vrije trap voor de tegenstander. Dus kijken wat hij ermee kan. En hij schiet en... ja, die gaat er helemaal overheen. Schitterend. Ja, het was een gevaarlijke vrije trap, jongens. Maar als je je muur goed neerzet, is er niks aan de hand. Ja, hij moest over de muur heen. Ik stond in de andere hoek. Echt alleen als hij hem perfect raakt, heeft hij een kans om te scoren. Maar dan ben ik er alsnog bij om die bal uit de kruising te pakken. Niks aan de hand. Alleen moeten wij nu even scoren. Zo moet dat. Wat een actie, jongen. We zijn weer back in the game. Het is weer 5-5, jongens. We staan weer gelijk. Alles is weer mogelijk. Volgens mij zijn er nog 5-8 minuutjes te gaan, zoiets. Het wordt echt spannend. De laatste paar minuutjes moeten we proberen geen doelpunt tegen meer te krijgen. Ik ga mijn best doen. Dit ga je doen. Ja, ik ga mijn best doen. Oké, ik ga van het veld af, jongen. Ga weg. Ja, ik ga al. Ja, baas. Oké, dus jongens, ik ga deze handschoenen die ik in deze wedstrijd heb gedragen weggeven aan een van jullie. Ik ga ze ook ondertekenen. Het enige wat je moet doen om ze te winnen is liken, abonneren en laat even in de reacties weten waarom jij degene bent die ze moet winnen. En dan stuur ik jou een paar Dutch Goalkeeper handschoenen gedragen in de creatorswedstrijd met een handtekening van mij erop. Dus laat even weten. Als Roy deze scoort, dan word ik helemaal gek. Cody Gakpo of Teun Koopmeiners. Koopmeiners legt af. En die bal gaat erin! Hij zit erin! Nederland 11 van Weghorst! Een 100% wonder! En na die geweldige recreatie van het Nederlands elftal krijgt de tegenstander een vrije trap. En zij kiezen er ook voor om hem af te leggen, maar het is een slechte paas. Hier een doeltrap, kiezen ervoor om die ver te trappen, want we staan 6-5 voor ondertussen. En hier weer de kans,
En ja hoor, het wordt 7-5 voor de Creators. Dit kan niet meer misgaan. Ja! Yes! 7-5 jongens, 7-5. Oi oi oi. Ah, het is afgelopen. 7-5, 5 minuten te spelen. Het is afgelopen, we hebben gewonnen. Ik had echt mijn twijfels hoor jongens, ik zweer het je. Ik dacht, we gaan dit echt niet meer winnen. Ik vond er wat 5-4 achter. Ja, toch nog wel tevreden. We gaan! Rustig aan, niks aan de hand. Ik zeg je, ik raakte hem niet aan. Heb je het op beeld? Ik heb alles op beeld. Oké. Replay! Ja, fuck! Ik ben blij met jou, man. Hij is een cameraman. Cameraman, je ziet hem, man. Sowieso. Lekker, man. Daarvoor zijn we hier. Maar als de penalty was, had ik hem sowieso gepakt. VAR, check de replay, ik raak hem aan met mijn dikke teen. Maar mijn naam is niet Iker Casillas, helaas. Ja. 7-5, 5 minuten te spelen. Het is afgelopen, we hebben gewonnen. Iedereen wil mijn handschoenen hebben. Ik ga ze weggeven, maar ik vind het oneerlijk om ze zomaar aan iemand te geven. Dus wat we gaan doen, iedereen gaat op de tribune zitten en ik gooi ze gewoon en wie ze vangt, vangt ze. Wauw. Lekker jongens, en vergeet niet zoals ik zei te reageren, abonneren en te liken waarom jij mijn andere paar handschoenen moet hebben. En in de eerste helft heb ik een andere paar gedragen en die heb ik nog. We gingen van de 0, we hebben er 7. 7 is wel mijn geluksgetal. Bijna de... Bijna. Net niet. Goed, even omkleden jongens, want ik stink. Ja jongens, dat was het. Het was echt een leuke wedstrijd. Heel erg bedankt aan Creators. Als jullie die video nog niet gezien hebben van die wedstrijd, ik link hem hieronder. Dus check hem sowieso. En zoals ik zei, als je de handschoenen wilt winnen die ondertekend zijn door mij, die ik heb gedragen in deze wedstrijd ook. Laat even een reactie hierachter en dan maak jij kans op die handschoenen te winnen. Nou jongens, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En we zien jullie in de volgende video. Ciao.